Hey mensen, welkom bij deze nieuwe video. Dit is vandaag ga ik hardlopen met Thijs. Daar neem ik jullie niet meer mee. Maar vandaag ga ik ook weer sporten. En naar de Jumbo toe. Ga ik, naar de Jumbo. Ga ik even kijken of ze daar wel gold draai hebben. Dus, ga als eerst naar Thijs nu. Nou mensen, lekker hard gelopen. Lekker. Dat kan ik het ook weer niet noemen. Ik heb heel veel gehoest. Dus lekker was het niet echt eigenlijk. Ik heb heel veel, te veel gehoest eigenlijk. Te veel gehoest. Ik kreeg de hele slijm. Niet heel fijn is dat. Nu ga ik even stilstaan, want ik moet mijn handschoenen even aandoen. Oh, die zijn al een beetje opgedrogen, mijn handschoenen. Dat is chill. Mijn conditie is echt slecht. Echt slecht, slecht is hij. Is dat wel iets weer dicht? Ja. Zo. Zo. Is mijn helm wel? Ja, hij zit dicht ook. Ik heb vandaag, ik heb net zo hard gelopen en besef ik maar, ik train vandaag mijn benen. Echt slim van mij. Dat ik die planning zo top heb geregeld. Ik heb toch weer bijna 4 kilometer hard gelopen. Ik vind het een netjes aantal voor mij. Omdat mijn conditie niet goed is, tenminste hard lopen. Ik heb helft hard lopen, helft lopen. Dus eigenlijk heb ik 2 kilometer hard gelopen ongeveer. Of anderhalf, zoiets. Ik vraag mezelf, waarom staat er zo vaak zo'n soort auto voor het politiebureau? Nou mensen, ik ben net klaar met school. En jullie raden nooit wat er is gebeurd. Ik heb mijn scooter om laten vallen. Ik heb hem laten vallen op de grond. Dus ik hoop dat er niet veel motorische schade is. En zo. Dat hoop ik echt niet. Kijk, hier is je nu een mooi bordje. Fietsen toegestaan. Ik ben een. Ik identificeer mezelf als fiets vandaag, mensen. Ik identificeer mezelf als fiets vandaag. Het meeste schade wat er is gelopen, dat is eigenlijk mijn rechter spiegel. Maar het geluk is, de rechter spiegel is niet verplicht. Alleen linker is verplicht. Zonder linker spiegel kan je een bok krijgen. Maar ik vind hem nog goed rijden. Het best. Mensen, rijdt daar politie op het fietspad. Dat is niet heel leuk voor mij. Maar waarom rijdt hij ook op het fietspad? Apart, oh shit, waarom sta ik zo ver weg? Er rijdt letterlijk een politieauto op het fietspad. Politieauto daar rijden. Waarom rijdt hij op het fietspad? Wat een plek. Jezus. Is hij kapot of zo? Het is zo rijdt. Ik moet ergens zijn, ik ga richting de sportschool nu, in Diemen, maar... Ga je hier op de weg, alsjeblieft, ga op de weg. Daar komt de politie, ja. Als het nog steeds op de fiets wat blijft, hè. Ik ga toch wel gewoon hier naar. Ik ga
niet inhalen of zo. Oh, hij gaat achteruit. Waar gaat u heen, meneer? Dit. Misschien moest hij naar de golfclub en dan is dat de snelste weg of zo. Nou mensen, ik maak het video hier af. Ik ben heel blij, ik heb het nieuws ingesteld op mijn computer. Dat is zo tik, 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 tik. Om het te supporten hoor. Dat jullie dat niet horen. Hoor maar, ik ben nu heel stil. Ik tik nu op mijn toetsenbord. Als het goed is, horen jullie merendeels van de tijd gewoon niks. Maar heel veel van jullie zeiden, toen ik mijn GoPro in mijn zak deed, zeiden mijn GoPro met mijn MediaBot is regenwaterdicht. Nou, het is dus als hier zo water in komt, hier zo, dan is het meteen al kapot. Gewoon dan kan ik nieuwe GoPro halen. Het is dus, ik dacht, ik vertrouw jullie erop. In ieder geval, de meeste mensen hebben het privé naar mij gestuurd via Discord. Ik schuif die GoPro op. Vandaag heeft het na het sporten heel hard geregend. Dus ik schuif dat dingetje erop. Ik zet hem op mijn helm. Terugreis van sporten ging het regenen. Opnames heb ik weggehaald, want voor de rest niks bijzonders gebeurd. Hou ik mijn MediaMod er vanaf. Wanneer ik thuis ben gekomen. Helemaal nat. Hier nat. Hier is het bedekt ook door de MediaMod. Hier is het bedekt door de MediaMod. Alles was nat. Ik heb dit nog snel kunnen droogmaken. Maar ik heb geluk. Want hij werkt nog. Nu de vraag is. Werkt de MediaMod nog? Die is aan het drogen. Dus dat weet ik nog niet. Dat durf ik nog niet aan. Dat ga ik morgen uittesten. Maar nu zet ik hem weer even uit. Het piep, 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 piep. Ik weet niet of jullie die ook nu horen. De reisonderdrukking. Maar ik wil jullie hierbij wel heel bedanken. Voor het kijken naar deze video. En ik hoop dat ik je bij de volgende video weer terugzie. En wat ik altijd zeg aan het eind van de video is doe een belletje aan, like meneer en tot de volgende keer. Laters!